Nou, volgens mij waren de workshops geslaagd. Ik merkte gewoon dat er gewoon veel enthousiasme zit in de groep. En dat wij uit de groep meer kunnen halen, veel hebben op kunnen halen. Dat verwacht ik in ieder geval wel. Want zit, iedereen heeft ideeën. En ik merkte hier bij de uitbreidingen, was bijna geen enkele dubbeling in tussen de verschillende groepen. En dan vind ik toch wel eigenlijk wel een compliment voor ieder. Dat we toch gewoon allemaal in staat zijn om veel ideeën te creëren. Ik wil even de voorzitters van de workshops of een van de workshopleiders even naar voren roepen. Om even kort hun eigen bevindingen te melden aan jullie. Dus ik wil beginnen met Freddy. Ja, ik heb het resultaat hier voor mij liggen. En er zijn maar weinig, wat Hans al zei. Er zijn weinig een aantal die overlappen elkaar, maar de meeste zijn eigenlijk wel uniek. En dat is uniek. Een mooi resultaat. Ik moet wel zeggen, als daar de beheergroep straks mee aan de gang gaat. Nou, volgens mij moeten ze mij in dienst van professionalisering dijkbewaking, want dat is een dagtaak. Maar het ziet er heel goed uit. Nou, ik pak even wat highlights eruit. De bedoeling is in ieder geval dat ik dit nog even uitschrijf. En dan krijgt iedereen toegestuurd. En misschien dat ik het nog in een enquête, ik kreeg een tip om het in een enquêtevorm te doen, zodat jullie er een waarde aan kunnen hangen. En daaruit nog een keer terugkrijgen van wat vinden jullie nu het belangrijkste. Kun je er ook even wat langer over nadenken. Ik pak even een paar highlights. Eentje die goed gescoord heeft, is met uitbreiden aanbod trainingen andere rollen. Er zijn nogal verschillen per waterschap hoe de structuur van dijkbewaking is georganiseerd. De ene hoofddijkpost die zet de meldingen direct uit naar de aannemer toe om het uit te laten voeren. De andere hoofddijkpost die meldt het naar het crisiscentrum toe en daar wordt het georganiseerd. En juist die verschillen per rol vraagt eigenlijk even om wat meer maatwerk van wat hoort erbij, wat moet iemand kunnen. Dan, hij komt helemaal mooi naar voren toe, het digitaal registratiesysteem. We hebben een aantal keren al geprobeerd als waterschap om een centraal registratiesysteem te ontwikkelen. We hebben wel nu die registratieformulieren. Ieder waterschap zet die wel weer om naar een eigen systeem. Maar we hebben nog geen centraal registratiesysteem. Zal nog wel een aantal, heel wat water door de rivieren hebben gevloeid voordat het zover is. Maar wellicht is dit een opstap ernaar. Dan een praktijkdag. Ja, daar ben ik van. Een praktijkdag herstelacties. Nou, dat lijkt ons leuk. We hebben straks natuurlijk de Hedwigpolder. Kijk, dankjewel. Daar kunnen we natuurlijk van harte lust een prachtige praktijkdag organiseren. En dat gaan we zeker doen. Of niet? Dan komen we wel anders aan straks. Al die werkkleding en werkschoenen die dan. Ik zie dat helemaal voor me. Dat is prachtig. Ik wil zin aan. Dus, wat mij betreft, met stip op nummer 1. Dan. Vond ik een hele goeie. Ik heb hem toch omcirkeld. Hij had iets minder stemmen, maar de human factor. Oftewel, wat is het menselijke factor bij crisis? En met name op stress, complexiteit en druk. Hoe ga je daarmee om? Want zoals we hier zitten, kunnen we er rustig over nadenken. In een koude fase, maar in een warme fase, daar is de tijdsfactor, wordt aardig gekrompen. En dan moeten in een kort tijdsbestek moeten de belangrijke beslissingen genomen worden. En hoe ga je daarmee om? Nou weet ik vanuit de crisisgroep Midden-Nederland, is daar een opleiding voor. Die heb ik al een keer gevolgd. Wellicht dat we die goed kunnen jatten. En dat we daar ook iets mee kunnen. Maar ik vind het een hele belangrijke. Dan certificering ter behoeve van veiligheid in het veld. Is een aantal malen aangekruist. En waarom? Omdat we veel aandacht hebben voor wat we noemen competenties, vaardigheden. Wat je moet hebben in het veld om een melding te kunnen doen. Dus het zien, herkennen. Maar ook het melden en registreren. Maar we doen het ten behoeve van de waterveiligheid. Maar wat is onze eigen veiligheid daar nu in?
En dat is een belangrijke die wellicht nog verder uitgewerkt kan worden. Nou, dan heb ik de belangrijkste gehad. Hans, zijn er nog vragen over? Niet? Jullie krijgen ze allemaal toegestuurd. Bedankt. Ja, wil je dan ook even de plakaten opgaan als je wil? Ah, je was afgelopen donderdag ook zo goed bezig, maar er waren volle zandzakken. Ik heb je ook wel eens een keer goed zien zweten, dat is ook wel... Dat is wel mooi als je Freddy ziet zweten. Nou, ik wou net die leden vragen. Dus, jullie hebben het implementatie of het beheer? Ja. Beheer uitgewerkt. Nou geef ik jullie, even jullie, Stefan, het woord. Ruud en ik hebben jullie gevraagd over de implementatie van onze producten. We hebben de afgelopen 2-3 jaar heel veel producten gemaakt. En ja, we vroegen ons als werkgroep een beetje af van ja, wat wordt ermee gedaan? In hoeverre gebruiken andere waterschappen eigenlijk al onze producten? Daarnaast hebben we ook eigenlijk gevraagd van ja, wat kunnen wij jullie als werkgroep ook bieden? Omdat we er heel veel aan gewerkt hebben, weten we er ook wel eens wel wat van. In hoeverre kunnen we jullie daar dan mee helpen? Onze indruk was wel dat de implementatie verschillend was. De ene waterschap die was al heel erg ver. Hè, die was al vanuit de historie al heel ver met de dijkbewaking, met de dijkleger. Had al heel veel staan. En was al, zoals Rivierenland, al bezig met het opleiden van senior dijkwachten. En andere waterschappen die hadden nog maar net het rode boekje of het handboek dijkbewaking uitgedeeld. En die waren zich nog echt helemaal aan het oriënteren om de hele dijkbewakingsorganisatie verder uit te werken. Daar zagen we wel heel veel verschillen in. Daar kregen we ook wel de vragen van sommigen die zeiden van ja, kunnen jullie daar ons mee helpen? Hè? We moeten van nul beginnen. Dus als jullie toch al ervaring hebben met het inrichten van een dijkpost en het inrichten van dijkbewaking, kunnen jullie dan meekijken? Nou ja, dat kunnen we en willen we ook wel doen. We kunnen ook meehelpen eventueel met trainen of opleiden. Dat soort dingen. Andere punten die er eigenlijk ook wel bij kwamen was met name de informatiestrekking of verstrekking. Heel veel staat nu op wiki noodmaatregelen. Hoe kunnen we dat vinden? Wat zijn de contactgegevens als we vragen hebben? Bij wie kunnen we dan terecht? Dus dat zullen wij ook meenemen. En sommigen zeiden ook als een goed idee is om de volgende keer dat we van iedereen of van in ieder geval per waterschap vragen of ze wat kunnen vertellen over wat ze gedaan hebben met hun dijkbewaking. Hoe ver staan ze? Om op die manier ook wat interactiever te maken en meer de ervaringen kunnen delen. Een ander puntje was ook nog een stukje draagvlak waarom bij sommige waterschappen niet volledig de dijkbewaking al was geïmplementeerd. Was dat draagvlak op managementniveau overal geborgd was en duidelijk was waarom we een dijkbewaking nodig hebben. Dus ja, dat gaan we ook als werkgroep eens kijken hoe we daarmee om kunnen gaan. Op andere manieren misschien kunnen helpen over de nut en noodzaak. Mag ik daar nog wat over aanvullen? Misschien is Marjans punt ook. Maar ik denk dat waterschappen en Rijkswaterstaat Defensie hebben al zo'n clubje, waar directeuren in zitten, die SCW. En misschien moeten we ook het lef hebben om gewoon die directeuren aan te spreken op die taak. Want ik heb het idee, dus net als wij beoordelen, dan houden we te lang, te klein, te technisch. En we slaan te weinig. Wij durven eigenlijk niet de vraag te stellen naar de hogere legerleiding, of welke leiding dan ook, om gewoon een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen. We regelen het zelf wel. En misschien moeten we dit eens een keer niet zelf willen regelen, maar gewoon andere mensen laten regelen voor ons. Oké. Okay. Ja, we helemaal bij instemmen. En in Noord en West is dat als directeur is dat dus Joost Raad van Holland Noorderkwartier.
die heeft zeg maar ook min of meer de opdracht en ook dat heeft hij omarmd als zijnde, ik ben de ambassadeur hiervan, van het hele spectrum, van die blauwe poster met de kleurtjes. En in Zuid en Oost is dat Artje Meuleman van Brabants Delta. Nou, die is ook waanzinnig enthousiast om dit onderwerp gewoon ook bij de andere collega's neer te leggen hoe belangrijk het is. Dus gebruik ze. Ja. Verder blijven wij ook geborgd, was ik dreigend vergeten te zeggen in mijn verhaal, onder het platform dijkbewaking. Van, daar zitten alle onze afdelingshoofden in principe, die in ieder geval waterkering hebben. Nou, Coat blijft daar onze trekker. Coat van Bavel die blijft ons verhaal daar in ieder geval vertellen. Dus ook via die route kunnen wij de directeuren overtuigen. André staat hier al klaar, ook weer met een tapijtje aan papieren. Iets minder dan jij, Freddy. Ik geef, ik geef het woord even aan jou, André. Ja, André Baak. Wat ik al aangaf, ook tijdens de sessies. We hebben de zaak even gesplitst. We hebben eerst eventjes echt aandacht gegeven aan welke producten zijn nu eigenlijk al opgeleverd door deze werkgroep Professionalisering Dijkbewakingsorganisatie. En dan merk je toch wel dat bij een hoop mensen toch wel een eye-opener is van verrek, is er al zoveel? En dan denk ik, ja, dan hebben we dat doel al behaald voor vandaag. Want dat is er gewoon. We zijn al jaren al bezig met het zaken te ontwikkelen. En het is vandaag ook echt de dag om dat gewoon eens een keer aan jullie kenbaar te maken. Ik heb stilgestaan bij de producten die op de wiki-site staan. Vanmorgen is dat ook helemaal uitgelegd door Hans. Hoe kom je daarbij? Hoe kom je bij die site? Waar moet je op klikken? En ik heb wat voorbeelden laten zien wat daar ligt. Ik heb ook aangegeven dat dat niet het definitieve versie is. We moeten blijven ontwikkelen. De komende jaren zal daar ook aandacht voor komen. Met name in die beheersgroep die we straks gaan formeren. En waar we dus verder gaan. Er wordt gezegd maximaal 5 jaar per lid. Nou, we moeten even kijken of dat haalbaar is. We gaan het even zien. Tweede sessie was, dan gaan we stilstaan van wie moet er nou straks in die beheersgroep komen. En ja, wat voor producten gaan hun dan ontwikkelen? En dan wil ik even stilstaan bij wie zouden daarin moeten. Bijvoorbeeld door Jaap is daar al eigenlijk een mooi voorzetje gegeven. Die heeft een schitterende cirkel aangegeven. 18 personen, moet eigenlijk zijn 21 personen vanuit alle waterschappen. En van daaruit zit daar een kern van 4 à 5 kernfunctionarissen die dan eigenlijk die informatie weghalen uit die waterschappen. Wat zijn het dan voor mensen? Nou, dat kunnen zijn autotypes, is genoemd. Mensen die zich echt specialiseren in het openleiden, trainen en oefenen. Dit is ook genoemd van producteigenaren, community. Wat wil je die mensen dan meegeven? Een stuk mandaat. Nou ja, mandaat is natuurlijk eigenlijk ook begrensd. Als werkgroep kun je niet zo ver gaan, maar je zal het ook op een hoger dek moeten leggen. En dat is inderdaad dat SCW, die is daar wel de aangesproken orgaan voor. Dat zal ook straks plaatsvinden. Waar moeten we rekening mee houden? De zorgplicht. Om de zoveel jaar komen ze weer langs met ILT. En dan wordt er weer gevraagd, laat eens even zien, wat heb je laten zien? Wat heb je geoefend? Toon eens aan, wat zijn de verbeterpunten? Hebben jullie wat van geleerd? We hebben bedacht aan versiebeheer. Oké, we leveren producten op, er is een bepaalde versie aan. Maar hoe ga je met dat beheer verder? Waar slaan we dit op? En wat zeker belangrijk is ook, wat halen we op voor informatie? Nou ja, dat kan allemaal bij de producteigenaren wezen. Die moeten we de vrijheid geven om dingen op te halen, naar eigen inzicht. En dat moet bij elkaar komen straks in het beheersteam. Dus alles bij elkaar aardig wat zaken die we dus de komende jaren voor ogen gaan houden en verder gaan ontwikkelen. Als laatste boodschap, ja, we staan niet stil. We blijven gewoon doorgaan, ook de komende jaren. De producten die jullie hebben gezien, dat is nog niet alles. Het kan allemaal nog veel beter. Dat was het. Ik neem mijn vloerbedekking weer mee. Ja, anders gaan er daar mensen op lopen, kan je dat niet meer lezen. Je had het over ILT onlangs. Er wordt natuurlijk gezegd dat ILT meer op afstand wil gaan staan. Dat is richting collegialen, dit is maar schuiven waarschijnlijk.
dan denk ik ook even aan de opmerking van daarnet, dat je dan op directeurenniveau misschien dit ook beter kunt gaan doen. Zodat je de zorg krijgt om dit zonder in het midden met elkaar eens bent van ik doe A en jij doet B. Zonder dat je van elkaar op de hoogte bent doen van. Ja. Nou ja, is iets wat we zeker aandacht aan besteden. Ja. Hè? Want het is toch, ja, IT, dat blijft komen. Vroeger was dat inderdaad vanuit het ministerie. Ik heb gehoord dat nu de waterschappen onderling elkaar gaan interviewen. En ik denk dat dit zeker een mooi puntje is om straks ook in onze beheersgroep te gaan kijken van ja, wat voor voet en ramen gaan we dat geven. Dat komt aandacht voor. Okay. Nou, dankjewel André. Nou, we zijn iets eerder op het einde gekomen dan na 2 uur. Maar ik denk niet dat we het allemaal erg vinden. Hierna komt de ZW bij elkaar in deze zaal. Er zijn een aantal mensen die hier willen blijven. Maar voordat we weggaan wil ik in ieder geval jullie allemaal bedanken voor jullie inbreng.